Hoi, goedemorgen. Hoe is het met jullie? Kan ik vragen? Ja, we gaan iets nieuws proberen vandaag. Of het heel nieuw is op de markt, weet ik niet eigenlijk. Het is wel nieuw voor mij. Daarbij ga ik natuurlijk ook een aantal oude producten. Dit is de L'Oreal Prime Lab. Klein beetje op mijn kin en bij de mondlijn. Zo. Ja, ik heb de L'Oreal Age Perfect. Ik heb hele blauwe kringen, want ik heb heel slecht geslapen. Eén keer in de zoveel tijd heb ik gewoon zo'n periode. Dan kom je gewoon niet in slaap. Dat, ken je dat? Het is heel vervelend. Dit is een redelijke lichte dekking concealer. Nou wel, doet het prima. Zo, alle roodheden zijn een beetje weg. Het gaat om de L'Oreal Age Perfect BB Cover Hydrating Serum met SPF 50. Ik heb de kleur Licht Ivory 01. Het is deze tube. En wat zeggen ze ervan? In het Pools, dat kan ik niet lezen. En wat ik eruit kan halen is dat het je beschermt en dat het geen masker moet hebben. En ik zie hier erop staan Tsjech, SK, ik weet niet waar dat vandaan komt, en Hongarije. Wat zou SK zijn? Slowakije? Ik heb deze bij Notino besteld. Wat ik wel heb, is de Serum Foundation. En dit is de Serum BB. Dus, nou. Ja, we gaan eraan beginnen. Zal ik even schudden? Vandaar dat ik ook een aantal L'Oreal producten heb gepakt. En de Age Perfect Concealer en zo. Oh, het spuit er echt uit. Kijk, het loopt echt van je hand af. Dit is wel iets te veel, denk ik. Oh, de kleur is wel heel goed, denk ik. Nou, laten we zomaar stoppen, want ik wil ook niet te veel. Maar de kleur is heel goed. Ik zie ook wel eens filmpjes online van L'Oreal producten waarbij de kleur echt heel wit lijkt. En dit is de kleur 01 Light Ivory. Maar nou, laat ik het zo zeggen. Dit ziet er heel mooi uit, jongens. Jeetje. Het ruikt niet zo lekker.
Oké, ben je echt bleek, 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 wit, 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 wit? Dan wordt dit hem niet. Dan moet je hem oplichten, zeg maar. Ik heb een lichte... Ik ben fair to light, zeg maar. En dan is hij goed. Ja. Kijk of ik hier een beetje... Ja, nou, ik heb wel wat product over, maar het spoot er echt uit. Bij Notino was hij, ik wil zeggen, onder een tientje. Wat vinden we ervan? Hij is glowy, maar niet te. Je lijkt niet op een vetbal, zeg maar. En het lijkt gewoon echt op je huid. Hij blendt heel mooi in. Goh. Ja. Nou, weet je, ik vind dit een fijn product. Dit is mijn spiegel trouwens. Ik vind het een fijn product. Ik denk dat hij op de droge, rijpere huid het echt prima doet. Ik zie nergens dat hij vastklinkt, zeg maar, aan droge plekken. Ik weet dat ik hier een hele grote droge plek heb. En hier, nou ben ik overal droog, maar soms dan... normaal heb ik van die polkadot pores. Dan krijg je van die witte puntjes op je neus. Dat doet hij niet. Dat is echt heel bijzonder. Hij dekt licht tot medium. Kijk maar, dit dekt niet helemaal. Maar hij ligt mooi. Hij smelt als het ware iets in je huid. En... ja. Het ziet er niet heel make-upy uit. Hoe ziet het eruit? Het ziet eruit alsof je, zeg maar, een moisturizer hebt aangebracht. Dat is natuurlijk ook waar het voor is. Maar ja. Raad ik zeker aan. Ga eens een keer kijken bij Notino, want daar hebben ze producten... ook een hoop, zeg maar, L'Oréal, Maybelline, Catrice, dat soort dingen. Maar daar hebben ze ook een heleboel producten. Het is geen, niet gesponsord trouwens, hè, want daar ben ik veel te klein voor. Het is het kanaal veel te klein voor. Ik ben op zich niet klein, maar dat, het kanaal. Maar daar hebben ze producten... stukje ontbijt. Sorry. Die je in de gewone kruidvat en dat soort dingen niet kan krijgen. Het komt wel vaak uit het Oostblok, maar dat interesseert me niet zoveel als het maar goed is. En dan kun je het gewoon... het is een Nederlandse website gewoon. Hè? Het is niet dat je het in het Oostblok ook koopt. Maar nou, ik heb daar geen moeite mee. Heb je dat wel, doe het dan niet. Heb je dat niet, doe het dan wel. Ga eens kijken. Je kan er gewoon op zonder je aan te melden. En dan kun je eens gewoon eens kijken of ze net even iets hebben wat we hier niet hebben. Deze, ja, ging het om. Deze. En ik ben hier heel blij mee. Ja, absoluut. Dit is een, weet ik nu al, een favoriet. Gewoon voor de dagen. Ik zou zo naar beneden kunnen. En dan doe ik verder niks. Je ziet gewoon niet dat ik make-up op heb. Ja, aan mijn lippen. Want daar zit ook de BB cream. Ja. Ja, ik vind het een heel fijn product. Hij doet het goed. Hij ziet er mooi uit. Hij... Tot nu toe gaat hij nergens creasen of gekke dingen doen. Of...
En daar zitten nu toch al een minuut of 5 op. Dus wat dat betreft, probeer het eens een keer. De L'Oreal Age Perfect BB Cover was dit. Laat me nog één keer zien. In de kleur Light Ivory. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Is gratis. En dan help je mij mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Dankjewel. Doei.